35 jaar geleden was ik bij de oprichting van de Nederlandse Gemalenstichting. Daar ben ik nog steeds, niet weg te slaan, als adviseur inmiddels. En de Gemalenstichting heeft zich al die jaren bezig gehouden met behoud van gemalen, waardevolle gemalen, inventarisatie van gemalen, publicaties, overleg met waterschappen over behoud van belangrijke onderdelen, zoals bijvoorbeeld dieselmotoren. En dan hou ik hier nu een lezing over waterschapshuizen. Het staat niet helemaal in de doelstellingen, kan ik u verzekeren. Maar de overweging om hier toch aandacht aan te besteden is dat het toch wel een hele belangrijke categorie van watererfgoed is. Waar andere partijen, stichtingen zich eigenlijk nog helemaal niet gericht op richten. Er is ook relatief weinig over geschreven, weinig geïnventariseerd. En vandaar dat de Nederlandse Gemalenstichting in het kader van die bredere blik van het watererfgoed heeft gezegd van nou, dan gaan wij dat zelf doen. En dat mocht ik de afgelopen jaren doen. Een landelijke inventarisatie, letterlijk in het veld. Dat moet leiden tot een publicatie. En nu, op dit moment, ga ik voor het eerst een soort snelkookpan presentatie over wat zijn waterschapshuizen en de ontwikkeling van A tot Z. Binnen het gestelde tijdsbudget wat een beetje is uitgelopen. Wat u hier ziet is een prachtig waterschapshuis. 1789 Starrenmeer, een droogmakerij in Noord-Holland. Dat associeert de meeste misschien met waterschapshuizen, de prestigieuze gemeenlandshuizen van Rijnland, Schieland, Delfland, noem nog maar een aantal op. En dit is ook een prachtig exemplaar. Maar de werkelijkheid is dat er... we hebben in de loop van de eeuwen enkele duizenden polders en waterschappen gehad. Maar daar zijn er maar relatief heel weinig die een waterschapshuis hadden. Want de meeste waterschappen en polders, die waren gewoon heel klein, waren heel arm. En enige landen, die wilden meestal zo min mogelijk betalen. Dus om dat dan een duur waterschapshuis te gaan besteden, dat kwam daar ook niet altijd door. Maar het was ook niet nodig, want ja, wat een waterschap, dat was eigenlijk een bestuur. En op de klei was het de boer met het grootste aantal bunters. En elders waren er weer andere partijen, en daar kom ik zo op terug. En dus heel veel waterschapjes en polders stelden niet veel meer voor dan een locatie aan huis van wie dan ook. En ja, wat gebeurde daar in die waterschapshuizen? Daar kom ik dan straks op terug. Eerst even kijken of deze... Oh nee, je moet die doen. Ja. Want een waterschapshuis was meestal tot ver in de 20e eeuw ergens een onderkomen in een gebouw van iemand. Nou, als we linksonder beginnen, dan zien we huis Aart in de Liemers. En daar was de adellijke eigenaar was ook erfelijk dijkgraaf. En daar werd dus ook vergaderd. Daar werd het archief bewaard. Van daaruit werden schouwen gedaan. En dat is nog tot in de jaren 90 is daar zelfs nog een polderhuis geweest van het polderdistrict Rijn en IJssel, dat toen opging in het waterschap Rijn en IJssel. Nog veel voorkomender was, dit was dus echt een typisch op de, zeg maar de band tussen adel en waterschappen op de, zeg maar op het zand in de wat feodalere streken. Maar heel vaak was het waterschapshuis gewoon de woning van de secretaris. Dus de secretaris thuis. In dit geval in Hasselt, van het waterschap Hasselt en Zwartsluis. 30 jaar lang was dit het waterschapsadres van dat waterschap. Maar
Er werd ook vergaderd in poldermolens. Daar werden soms ruimte, dat waren toch al bezittingen van het waterschap of de polder. Daar waren ruimtes waar je kon vergaderen en waar je je rommel op kon bergen. Prachtig voorbeeld is het, het Makkumer Gemaal in Makkum. Het heet nog veel langer, maar prachtig gemaal. Ook in bezit van de Friese Stichting Watererfgoed, die al eerder genoemd is. En rechtsboven ziet u een bijzonder bescheiden vertrek met een kachel. En er is ook nog een vergadertafel. En daar zijn de kasten waar alle spullen in bewaard worden. En deze bestuurskamer die wordt op dit moment door de stichting weer in oude luister hersteld. Nou werd er nog veel meer vergaderd. Tenminste één keer jaarlijks door de ingelanden, de jaarvergadering. En dat waren grote optochten met heel veel mensen en die pasten nergens in. Daar werd altijd voor uitgeweken naar herbergen, etablissementen met grote zalen. En een mooi voorbeeld daarvan is Zuidhorn. Daar ziet u het hotel In het Holt. Dat dateert al uit 1654. En daar heeft het waterschap Westerkwartier de hele tweede helft van de 19e eeuw vergaderd. En het was ook waterschapshuis. Toen werd daar 100 meter verderop in 1990 een nieuw waterschapshuis gebouwd. Maar de ingelanden vergaderingen die bleven in het hotel. Want het was gewoon buitengewoon oneconomisch om een hele grote zaal te gaan bouwen die je een paar keer per jaar ging gebruiken. Dus zeg maar die scheiding tussen vergaderingen en waterschapshuis, die heeft eigenlijk voor een groot deel voortgeduurd tot de laatste generatie van moderne waterschapshuis. Maar er waren meer locaties om te vergaderen. Bijvoorbeeld kerken, grote, openbare ruimte. Daar werd op grote schaal gebruik van gemaakt. Ik haalde één bijzonder uit en dat is de Sint-Katharietenkerk in Bunschoten. Dat hele gebied langs de Zuiderzeekust kent ook al eeuwenlang een structuur van polders en waterschappen. En hier waren de jaarvergaderingen van de omringende polders binnen het Dijks en Hoogheemraadschap Bunschotenveen en Veldendijk. Ik pleit ervoor dat ook de verdwenen namen van waterschappen tot het immateriaal erfgoed worden verklaard. Mag ik dat meegeven? Ja, ik hou er regelmatig een pubquiz over. Ach, kijk. Nou begin ik met, ik ken zeker uit mijn hoofd 10 waterschappen met vrouwennamen. Hier in Friesland had je het waterschap De Hond. Weet ook bijna niemand, dus dan kan je van alles wegblijven maken. Ja, nee, dat is ook goed. Dit doe ik even ter geruststelling. Wat deze kerk zo bijzonder maakt, dat dit Hoogheemraadschap had een eigen waterschapsbank. Rechtsonder. En voor 2 heemraden. En met een eigen statenbijbel. Ja, het licht lukt dat net niet helemaal goed om te zien. En die wordt bekroond uiteraard met het wapen van het waterschap. En de 3 K's. Dat staat voor kist, kast en kluis. In 1944, midden in de oorlogstijd, verscheen er bij Samson uitgeverij een heel dik boek. En daarin werden allerlei voorschriften opgenomen hoe die waterschappen hun archieven beter konden ordenen. Want er stond eigenlijk in dat het over het algemeen een soepsoortje was en dat de helft kwijt was of door elkaar lag en dat er niet goed voor gezorgd werd. Maar toch deed men wel zijn best. En een van de alleraardigste voorbeelden waar je in ieder geval 2 K's bij elkaar kan zien, dat is in Oudendijk, Noord-Holland. En dat is de kerk, weer een kerk. En op de eerste verdieping, achter het orgel, is een waterschapsbestuurskamer gemaakt. Die ziet u daar.
En weer die kast met archief, administratie en nog iets. Dus je ziet hier twee oervormen van archivering, zie je in één locatie. Ja, dat is eigenlijk een ensemble dat je zou moeten kunnen beschermen. Dat het niet de deur uitloopt. De derde K is van Kluis. Die kwam in navolging van de bankkluizen, kwamen de kluizen ook de waterschapshuizen binnen. Dit is een prachtig voorbeeld. Ik moet excuseren, alweer in Noord-Holland. Maar op grond van mijn onderzoek kan ik nu al aangeven dat Noord-Holland de provincie is met de rijkste collectie aan waterschapshuis. Het is jammer voor de andere provincies. Ook iedereen denkt dan aan Zuid-Holland, maar het is echt, u zult het later kunnen lezen, Noord-Holland. Vlakbij Oudendijk ligt Kolhorn. En dit is weer zo'n prachtig wederopbouw. Fusie waterschapshuis uit de eind jaren 50 van het waterschap de Tjarde. En rechts ziet u de woonkamer. Het is overigens heel bijzonder. Overal waar ik me aanbelde om te vragen van is dit inderdaad een waterschapshuis geweest? Of weet u daar meer van? Het enthousiasme voor het onderwerp is over het algemeen werkelijk hartverwarmend. Ik ben in heel wat huiskamers geweest, zelfs ook nog een beetje in coronatijd. Dus werd ik toch nog binnengelaten. Nou, hier mocht ik ook foto's nemen van die huiskamer. En wel waarom? Omdat achterin ziet u links achter een deur en daar is die uitvergroot. En dat was de kluis. Ze deden ook nog de deur open, maar dat was zo'n rotzooi, daar heb ik geen foto's van. De eerste, oudste, echte waterschapshuizen waren te vinden in de historische binnensteden. Ik heb er twee voorbeelden uitgehaald. Links, overbekend, het Schielandhuis van het Hoogheemraadschap van Schieland in Rotterdam. Gebruikt van 1662 tot 1841. Dat is dus echt onder architectuur nieuw gebouwd voor een waterschap. Veel meer voorkomend was dat er een bestaand, liefst een prestigieus gebouw, want daar hielden de waterschappen wel van, werd aangekocht en werd verbouwd. Dat andere voorbeeld, dat ziet u daar, dat is, dat was de schutterij, het schuttersgebouw De Doelen. Paar eeuwen tot 1857 en vanaf toen heeft het Hoogheemraadschap van, daar komt hij weer, de Alblasserwaard en Vijf Herenlanden met Arkel beneden de Zouwe. Die heeft daar zijn secretarie gevestigd en later is daar ook nog weer na de oorlog een stuk aangebouwd. En uiteindelijk is alles leeg komen te staan toen het al die waterschappen tot het waterschap Rivierenland zijn gefuseerd. Gorkum. Ja, trouwens, er is nog een ander gebouw dat is ook gebruikt door hetzelfde waterschap. Tolhuis. Dus die oudere generaties waterschapshuizen zijn ook een prachtige afspiegeling van de ontwikkeling van de architectuur, verschillende stijlen. Ik loop dat heel snel door. Hier ziet u het gemeenlandshuis aan de Diemenzeedijk in Amsterdam. 18e eeuw, 1727. Nou, dit is gewoon nageaapt. Het is vormgegeven als een buitenplaats aan de vecht van Amsterdamse kooplieden. Hendrik de Keizer is nu de beheerder. Rond eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, had je weer even een soort van bouwgolf. En die waterschapshuizen die werden beide allemaal in zogenaamde neo-stijlen uitgevoerd. Dit is een van de, linksboven, dat is een van de mooiste voorbeelden. Dat is in Jaarsveld. Dat was het polderhuis in neo-oud-Hollands klassicistische stijl met van die pseudo-kasteelluiken erbij. En dat was van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams.
na de hand het waterschap Lopikke Waard en inmiddels Stichtse Rijnlanden. Stichtse Rijnlanden is nog steeds eigenaar en het is verhuurd, maar ook daar een prachtige bestuurskamer vol met ornamenten en houten betimmering enzovoort. In ieder geval op Open Monumentendag is het te bezoeken. Maar er is ook een andere vorm van schoonheid. Even terug nog. Ik vergeet het interbellum rechtsboven. Dat is Almelo, waterschap De Regge. In het interbellum zijn heel weinig waterschapshuizen gebouwd. Dat moet te duiden zijn als we ons nader verdiepen in die fusiegeschiedenis van de waterschappen. Want dan weet je, als er veel gebeurde, dan werd er meer gebouwd. En als er weinig gebeurde, werd er weinig gebouwd. Nou, dat gebouw in Almelo, dat had ook een bankgebouw uit het interbellum kunnen zijn. Het is gelukkig behouden en herbestemd tot kantoren en woningen. Dan ga ik toch naar een hele andere plek. We gaan naar Briltil. Dat ligt ook vlakbij Zuidhorn. En dit is nou zo'n voorbeeld van een gloednieuw waterschapshuis wat gebouwd is als onderdeel van die opeenvolgende fusiegolven. Hele strakke, sobere architectuur. Je kan precies zien wat het kantoorgedeelte en ook de woning van de secretaris. En wat is het technisch gedeelte, de technische dienst. Je ziet dat op het platteland, buiten de steden, laat ik het vriendelijker zeggen, was er vaak gewoon een koppeling tussen zeg maar technische outillage en de bestuurlijke administratieve aspecten van een waterschap. Die was er natuurlijk in de steden veel minder. Nou, die waterschapshuizen, ook die 20e eeuwse, zitten vol met details. Rechts op de zijkant van de werkplaats, dat hele lange gebouw is allemaal werkplaats, het prachtige gestileerde wapen van het waterschap en links een watergebonden kunstwerk. Ja. Details hebben niet alleen schoonheidsfunctie, maar hebben ook een feitelijk informatieve functie. Wat? Westerkwartier. Ja, nu zijn we in Steenderen. En als je dat niet weet, dan denk je van nou leuk naoorlogse pand. Ja, maar als je goed gaat kijken, dan heb je hier een entree. Maar het is niet goed te bezien. Maar dit is dus de brievenbus en hier staat Polderhuis. En dat was van het districtshuis van het polderdistrict IJsseland. Ja, dat heeft weer een aantal jaren bestaan. Rechts zijn we in Workum. Een paar aan elkaar gekoppelde woningen, doorzonwoningen zou je zeggen. Maar helemaal naast de voordeur, bijna op een rare plek onder, alsof het niet gezien mag worden, zit dus een stichtingsteen van Westergoos IJsselmeerdijken. Dat is, kan het zelfs niet zo lezen, eind 50, begin 60. Dus dat zijn allemaal hele informatieve elementen. Over waterschapshuizen praten zonder interieurs kan natuurlijk niet. Ik kijk weer even niet naar de grote bekende, die we allemaal wel kennen uit de boekjes, maar even wat twee minder bekende. Allebei weer in Noord-Holland. Links het polderhuis van de Wieringenwaard, gebouwd eigenlijk kort na de oplevering van de Wieringenwaard. Is inmiddels particulier eigendom, maar, en dat is goed onderhouden. Er staat ook polderhuis op dat bord. Maar het interieur is ook heel bijzonder. Dit is de hal met allemaal houten entree, ook oude kaarten enzovoort. En die trap die gaat naar een prachtige, ook weer zo'n chique bestuurskamer. Het is particulier bewoond, maar het is op,
op verzoek ook toegankelijk. Dus heel bijzonder. Rechts, dat is het Noorderpolderhuis van het waterschap de Schermeer in Schermerhorn. 17e eeuws en tot 1977 nog gebruikt door het fusiewaterschap het Lange Rond. En nu onderdeel van Hollands Noorderkwartier. We hebben hier zicht op de rijk gedecoreerde zogenaamde Herenkamer. Ja, veel van die vergaderzalen die heten Herenkamers. Een laatste interieur. We zijn nu in Elburg en hebben zicht op het middeleeuwse stadskasteel Arend zu Boekop. En wat we hier zien, dat is de polderkamer van de zeepolder Oosterwold. En dat was een kamer met een prachtige 17e-eeuwse gebeeldhouwde schouw. En daar werd zitting gehouden door de ontvanger voor het afdragen van de polderlasten. Is nu onderdeel van het museum. Een interessant aspect van die waterschapshuizen, dat zijn de regionale benamingen. De meeste zijn wel te duiden. Linksboven het contributiehuisje in Kolmerpomp. En dat was op de dijk. En dat was tevens stormwachtershuis van het waterschap. Daar gaat hij weer. Zeedijken, contributie, Kolmerland en Nieuw-Kruisland. En dan praten we wel over zo'n stukje zeedijken. In bezit van de oudheidkundige vereniging. Prachtig gerestaureerd. Ook die stormvoorspelling. Zeker een keer kijken. Linksonder zien we het Waarhuis. Het Waarhuis. En dat is in Aduardenzijl. Waarhuis wordt in Groningen en in de grensstreek met Friesland ook wel Zielhuis genoemd. Zielhuis. En dat is meestal in combinatie met een brugwachterswoning. En dat waren ook allemaal relatief kleine waterschappen. Er werd vergaderd door het bestuur. En de vrouw van de brugwachter die werd dan altijd geacht voor het eten en drinken. En eventueel voor de schouwmaaltijd te zorgen. Nog even regionale benamingen. Dus Waarhuis, dat is afgeleid van Waarman. En Waarman staat voor sluiswachter. Dus dat heeft niets te maken met rechts het Waardhuis van de Overwaard in Nieuw-Lekkerland. Want dat is weer genoemd naar de Waard, de Alblasse Waard. En al die waarden in Zuid-Holland, daar heten alle waterschapshuizen, die heten dus daar Waardhuis. Maar in het Gelders rivierengebied heette dat geen waterschappen, maar heette dat polderdistricten. Dus vind je in, bijvoorbeeld hier in Zaltbommel, vind je het districtshuis. En eerder al genoemd de term gemeenlandshuis. Interessant is, die is dus bekend van de oude hoogheemraadschappen. Maar je had dus ook gemeenlandshuizen voor andersoortige, maar verwante organisaties. De erfgooiers hadden in Hilversum ook een gemeenlandshuis. En dit is het gemeenlandshuis in Nieuwersluis. Gezamenlijk bezit van de gemeente Amsterdam en Utrecht. Ook weer annex een brugwachtershuis. En daar kwamen beide partijen ongeveer halverwege de twee steden bijeen om conflicten over transport, over de weg en over de vecht met elkaar af te kaarten. Duizend en één dijkgraven. Dat is de titel van een artikel over Alkmaar. Alkmaar was heel, heel bijzonder, lijkt het, omdat allerlei waterschappen en polders rond Alkmaar, die vergaderden allemaal in Alkmaar. En een van de meest geliefkoosde vergaderlocaties, dat was zoals in heel veel andere vergelijkbare steden, dat was dus het stadhuis. Dat was eeuwenlang vergaderlocatie van vele waterschappen.
met als leuke uitsmijter dat de Zijper en Hazerpolder, die heeft daar een eigen kamer die nog steeds aanwezig is, de zogenaamde Zijperkamer. Alkmaar was volgens mij tot in de jaren 90 zelf niet waterschappelijk ingekocht. Ja, klopt. Dus vandaar dat die waterschappen uit de regio daar allemaal konden vergaderen. Dan gaan we met niet bij de buren. Ja, nou misschien is dan dat dezelfde achtergrond voor Zwolle, want daar kijken we links naar. In 1985 waren er in Zwolle maar liefst drie waterschapshuizen. Waterschap Benoorden de Vechtdijken, links, gewoon in een prachtige villa. Waterschap Bezuiden de Vecht, ook in een prachtige villa. En het Zuiveringschap West-Overijssel, en die zat ook in een prachtige villa. Maar dat was niet alleen steden gegund. Er zijn ook kleinere plaatsen, ik noem even Twello. En ik noem ook Bunschoten, waar je dus ook een concentratie had van waterschappen die in één plaats. En het leuke is, ik krijg van allerlei kanten van oud-gedienden van waterschappers krijg ik informatie. En die weten dat nog precies te zeggen van in dat café vergaderde die en in die kerk en dat. Nou ja, dus. Ik kom redelijk tot een einde, mevrouw de voorzitter. Ja, dan komen we eigenlijk in de laatste fase. De grote naoorlogse fusiegolven vanaf de jaren 60, 70. Dat ging maar door en dat ging maar door. En er werden panden aangekocht, ingericht en na 5 jaar weer verkocht. Dat is bijvoorbeeld het oude gemeentehuis van Eemnes. Daar hebben ook 2 waterschappen in gezeten. Inmiddels is het ook weer Stichtse Rijnlander geworden. Is nu een café. Interessant is ook het voorbeeld van het waterschap Rijdenzeilvest in Wedde. Dat is gebouwd in 1977. Maar dat waterschap heeft helemaal niet zo heel lang bestaan. Het gebouw is er gelukkig nog wel. En dat is nu dus gemeentehuis geworden. Dus je ziet dat het ook wel omgekeerd gebeurt. Ontelbare waterschapshuizen die zijn daarna afgestoten en herbestemd. Ik haal daar even 2 uit. Dit is Koevorden, waterschap Veld en Vecht. Gebouwd in 2000 door het prestigieuze duo Alberts en Van Tuut, bekend van het Gasuniegebouw in Groningen. Maar is alweer sinds 2017 gezondheidscentrum. Rechtsonder, Appingedam, dat was oorspronkelijk de Van Nassau-kazerne, daarna waterschap Eemzeilvest en inmiddels een appartementencomplex. Ja, en dan de nieuwbouw. Ik geloof van de 20 nog bestaande echte waterschappen. Ik weet niet of Blijja nog steeds meedoet. Ja, oké. Okay. Maar die zijn op 2 na, geloof ik, behalve Delfland en Brabantse Delta. Alle andere waterschappen zitten allemaal in nieuwe, moderne gebouwen. En er zitten een aantal trefwoorden bij. Dat zijn duurzaam materiaalgebruik, architectuur, energie-neutraal en watergebonden kunst. En vooral ook landschappelijke inpassing in de omgeving water en groen. Voor de bouw van Hollandse Delta in Ridderkerk was er ook uit het personeel speciaal een commissie geïnstalleerd voor de inrichting van de omgeving, de inpassing van het waterschapsgebouw. Nog even, dit is waterschap de Dommel. Ja, dat is ook helemaal in het groen ingebed en buitengewoon imponerende, eigenlijk hele imponerende architectuur. Ja, en waterschappen hebben ook steeds meer oog voor kunst en cultuur. Dit werd al gezegd. Wij zien rechts Zuiderzeeland in Lelystad. En daar is de grote vergaderzaal. En bij de renovatie, ja, in 2018 was er,
was er alweer een renovatie nodig. Is er rijkelijk uitgepakt met mooie monumentale wandkunst. En heel bijzonder is het in Heer Hugewaard, Hollands Noorderkwartier. Als je daar binnenkomt, dan heb je de receptie en dan direct rechts is een openbaar toegankelijk, altijd geopend museum van waterschapsparafernalia. En dat is een prachtig bezoek waard. Dan tenslotte. Ik ben nu een jaar of 3, 4 daarbij bezig. En diverse waterschapshuizen hebben inmiddels alweer het loodje gelegd. Linksonder, daar zijn wij in Venray. Dat was het waterschap de Noord-Limburgse Beken ten westen van de Maas. En dat is net toen ik er kwam om te fotograferen gesloopt voor appartementen en horeca. En dan tenslotte ook de laatste dia, dat is Hardenberg. Zo'n beetje nondescript eind jaren 60, midden 60 kantoorgebouw is inmiddels gesloopt. Maar met heel prachtig glazen en gebrandschilderde ramen. En het is mooi dat de oudheidkundige vereniging Hardenberg heeft die op het laatste moment nog weten te behouden. En die worden als het goed is in het plaatselijke museum opgesteld. Dat is mijn verhaal. Over 2 jaar moet er een boek af zijn en dan hoop ik u weer te zien.